One More Time, de laatste. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de Friends of Duindicht Racetrack prijs. En het is na de start een gelijkmatige afsprong die we gezien hebben. En aan de buitenzijde komt Flying Star naar voren, in het midden Blue Nos. En aan de reling ligt dan Depeche, dat zijn de aanvoerders. Blue Nos heeft de leiding voor Depeche. Daarachter komt Three Crowns, aan de buitenzijde dan Flying Star. Die worden gevolgd door Old Dynamite, met verder weg in het veld dan Dawn Calling. Dan volgt Dome Rocket, aan de buitenzijde Shodun. Zo gaan de paarden de bocht in, aan de binnenzijde Rudolf Valentino. En die wordt gevolgd voor Wellinos, en nu ook voorbijgegaan door Wellinos. Dan is het op dit moment Depeche met Special Mix aan de staart van het veld, de nummer 13, One More Time. Paarden zijn aan de overzijde van de baan en Blue Nos is nog altijd de leider. Op de tweede plaats zien we Phoenix Shadow. Blue Nos voor Phoenix Shadow. En op de derde plaats Three Crowns. Vierde aan de binnenzijde Dawn Calling. Vijfde aan de buitenzijde erachter Old Dynamite. Dan volgt Rudolf Valentino en die wordt gevolgd door Wellinos Depeche. Daarachter is het dan Dom Rocket en dicht daarbij ook One More Time met One Night in Heaven. Showdoen en laatst is nu Special Mix. Paarden gaan de laatste bocht in. En bij het indraaien van de bocht is de leiding overgenomen door Phoenix Shadow en Sabrina Wand. Die heeft de leiding overgenomen als de paarden de laatste bocht zijn ingegaan. Maar daar komt aan de buitenzijde ook Three Crowns en die zet druk op de ketel. Ook Flying Star die probeert zich in de front rank te mengen. En die gaat goed mee en de paarden zijn halverwege de laatste bocht. Met nog altijd Phoenix Shadow de leider. Zo komen de bochten ook uit. Phoenix Shadow is de leider als ze de laatste 600 meter ingaan. Daarachter volgt op de tweede plaats dan Three Crowns en aan de buitenzijde komt Rudolf Valentino. Aan de binnenzijde ligt Dawn Calling. Helemaal aan de buitenzijde is het ook Old Dynamite. En achter Old Dynamite hebben we dan Depeche die naar voren komt. En we hebben nog 350 meter te gaan. En aan de binnenkant komt Dawn Calling naar voren. Dawn Calling aangepakt door Phoenix Shadow. Maar Dawn Calling leidt. Die neemt afstand van Phoenix Shadow. Daarachter komt Depeche op afstand nu naar een derde plaats. En zo gaan we de laatste meters in. Maar het is Dawn Calling met J.D. Pietraszewicz met overmacht. Op de tweede plaats is het dan nog close. Depeche aan de buitenzijde van Phoenix Shadow. En daarachter zagen we nog Rudolf Valentino en Old Dynamite.